Zo. Kunnen de mensen het goed vanaf de weg zien. Ja, want waarom is het nodig? Er komen toeristen, die willen graag foto's maken en dan willen ze graag tussen de bloemen staan. Dat vinden ze het mooist, maar dat willen wij niet. Er komen gewoon hele hordes, die duiken de bollenvelden in en die vertrappen alles wat ze op hun weg tegenkomen om dat mooie plaatje maar te maken. Het toerisme in de Noordkop groeit en daar maken bloembollenkwekers zich zorgen over. Want dat betekent dat komend seizoen nog meer tourbussen met bloemen vertrappende toeristen langskomen. Die chauffeurs weten over het algemeen ook wel waar die bollenvelden liggen. En dan zeggen ze, nou ja, dan stoppen we hier of dan stoppen we daar. En je hebt helemaal een buslading toeristen op je bollenveld. Die doen de deuren open en die mensen stromen. Die krijgen dan 5 of 10 minuten om even foto's te maken, een fotomoment. En dan stromen met al die mensen, ze lopen allemaal weer even verder de bloemen in. En dat loopt een beetje uit de hand. Het waarschuwingsbord zal misschien wat helpen. Maar of het genoeg is om de bloementrappers echt tegen te houden, is de vraag. Ja, kijk, we doen ons best en we zien wel waar het end is. En als het zo erg wordt dat je zegt, ja, je moet je percelen af gaan sluiten, ja, dan komt het nou eenmaal zover. Maar ik denk nog niet dat het meteen zover komt hier. U bent er wel voorbij het bord, meneer? Ja, maar ik mocht eventjes wat foto's maken.